Bij een schietpartij in de Stuwstraat is een vrouw zwaar gewond geraakt. De politie heeft een man aangehouden. De aanleiding voor het incident zou in de relationele sfeer liggen. De schietpartij vond midden op straat plaats, maar omstanders zijn niet gewond geraakt. De gewonde is onder politiebegeleiding naar het Westeinde ziekenhuis vervoerd. Het aantal bezoekers van het Hindoestaanse Holi-feest is verdubbeld, van 5.000 naar zo'n 10.000 bezoekers. Het thema van het feest in Wijkpark Transvaal was dit jaar geboorte en nieuw leven. Met muziek, dans en een optocht door Transvaal en de Schilderswijk werd zondag de start van een nieuw jaar gevierd. ADO Den Haag heeft met 3-2 gewonnen van Ajax. Het was voor de eerste keer in de historie dat ADO 2 keer in een seizoen van Ajax won. Het laatste kwartier van de wedstrijd werd zenuwslopend en sensationeel. Met doelpunten en kansen over en weer in een kolkend stadion. Timothy de Rijk scoorde in de 87e minuut de winnende treffer.